ik heb even een soort korte mededeling voor jullie. Want ik krijg heel veel de vraag van waarom upload je niet en wat is nou aan de hand? Nou, zoals jullie zien ben ik niet in Nederland, maar ik ben dus in Turkije. En dat heb ik al een keer in een video verteld. Maar ik denk dat er natuurlijk ook wat mensen zijn die die video niet hebben gekeken. Maar dinsdag ga ik weer naar huis. Dus vanaf dan kan ik weer video's uploaden. Hier gaat het niet. En dan zeggen mensen wel van, ja, waarom reageer je dan wel op andere YouTubers? Maar jullie weten niet hoe lang het duurt om een video te bewerken. Ik ben er soms al een hele dag mee bezig. En mijn ouders vinden het natuurlijk niet leuk als ik heel de dag binnen ga zitten op een vakantie. En bovendien hebben we alleen maar wifi in de lobbybar. En ik kan er moeilijk mijn MacBook zeg maar de hele nacht er laten staan om een video up te laden. Want straks wordt die gestolen en dat gaat gewoon niet. Dus ik wilde gewoon even zeggen dat ik gewoon, ja, dat ik er nog leef zeg maar. Niet dat jullie denken waar is. Ik ben hier elke dag aan het vloggen. Dus zodra ik thuis kom, zet ik er elke dag een vlog online. En dit is waarschijnlijk dan 10 of 12 dagen achter elkaar. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd hoeveel vlogs het zijn, maar het zijn er in ieder geval best wel veel, dus ik denk dat jullie dat wel leuk vinden. Het is namelijk echt niet zo dat ik gewoon geen zin heb om te uploaden of om video's te maken. Ik verlang er namelijk super erg naar, maar ja, het gaat nou helemaal niet als ik op vakantie ben en ik kan ook niet zomaar tegen mijn ouders zeggen, ja, ik blijf thuis, want ik ben natuurlijk pas 15 en dat mag ik allemaal zelf nog niet regelen. Ik kan wel alvast zeggen dat ik het heel erg naar mijn zin heb. Ik ga nog niet het hele hotel laten zien. Want dat kunnen jullie vanzelf zien als de vlogs online komen. Dan was dit alweer eventjes de mededeling. Ik wilde gewoon eventjes vertellen waarom ik nou niks kan uploaden. Want ik krijg gewoon veel te vaak de vraag daarna. En dan vind ik het ook zo lullig zeg maar. Ik film dit trouwens met mijn telefoon, dus let niet op de kwaliteit. Maar ik hoop natuurlijk dat jullie al zin hebben in de vakantievlogs die online komen. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal naar de vakantievlogs komen kijken. Nou, tot in een echte video, want dit is nou niet echt een video zeg maar. Nou, doei!